Yo, goedemorgen. We gaan vandaag met elektrische fatbikes op stap. Wow, mijn haar zat echt nog helemaal naar achter. Ik heb net gedoucht, dus daar heb ik best wel veel zin in. We gaan even gewoon een route maken met die fietsen. Even de fietsen hoor. Het is gelukt, kijk. Zijn we van die fat boys? Let's go, ik heb mijn oude Johnny Loco weer terug, maar dan elektrisch. Yes, we zitten nu op de fiets. We gaan een route fietsen en we weten eigenlijk niet echt precies de route. Dus Daan en ik hebben allemaal een oortje in, zodat we weten waar we heen moeten. En wat mama die fietsen daar verderop. Kunnen we laten zien? We zijn wel wat stommere wegen dan we hadden gedacht. Ja. Maar het komt wel goed, we gaan gewoon een avontuur beleven hier zo. En mijn accu gaat heel snel leeg, dus ik ben aan het trap voor mijn leven. Mijn accu die gaat bijna leeg, ik heb een probleem. Iedereen fietst vooruit. Die route is 15 kilometer heen en 15 kilometer terug. En wat ik je kan vertellen is dat deze accu maar 60 kilometer komt. En ik heb nog maar 2/5 van de accu, dus ik weet niet waar die 60 kilometer vandaan wordt geluld. Maar hij is bijna leeg. Daarentegen is het wel mooi om hier te fietsen, maar ik fiets wel maar 10 kilometer per uur. Kijk, daar is papa ineens. Het was me nog eens een avontuur. We zijn niet ver gekomen. Mama vond wel dat we ver waren gekomen. Maar er was een ongeluk gebeurd, dus we hebben mensen geholpen. En toen zijn we weer teruggegaan, want de accu van die fiets van mij was dus bijna op. Nu zitten we hier. Ik heb net een wafel gegeten en zij zijn lekker salade aan het eten. Er zit hier een hond. Ik heb hem nog niet met de camera kunnen filmen, wel met mijn telefoon. Als hij zo meteen komt, laat ik het zien. Dat mag niet. Hola. Kijk ook hoe mooi het strand hier is. Klei. De zee is super blauw. Maar ik heb vandaag geen zin om de zee in te gaan. Ik ben gisteren met Daan geweest. Daan is even wel even duiken van hier. Ik laat het eventjes zitten voor vandaag. 5 minutes later. We zijn overgeswitcht naar de camera vandaan. We gaan even het water. Als het goed is, kan deze camera dan anders gaan het risico nemen. Oh. Kijk ook hoe mooi deze Tantu water is. Helemaal blauw. Dus we gaan onder water. Even kijken of dat kan. Het is heel koud, maar het is wel lekker. Ik ben ook benieuwd of je me kan zien onder water. Gaan we dat even testen? Oké, komt ie. In far, under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. Yo, we zijn weer terug in de kamer. Zoals jullie zagen waren we met Daans telefoon onder water gegaan. Hij is kapot nu. Nee, hij is niet kapot. Maar we gaan nu op zoek naar een pizzeria, want we hebben zin in pizza. Dus dat is het plan. Ja, ik denk dat wij gaan zoeken. Daan en ik gaan met z'n tweeën zoeken. Be happy. We hebben een plekje gevonden. Daan en ik hebben meteen wat lekkers te drinken besteld. Nu is het wachten op mama. En dan gaan we zo meteen eten. De stroom van het hele restaurant is uitgevallen. Maar papa die zat op de wc. Yo, goedemorgen mensen. We gaan vandaag naar een dorpje verderop. Een stadje verderop. Saint-Tropez. Dus we gaan daar heel eventjes kijken wat we daar kunnen doen. Het is een beetje luxe volgens mij daar. Maar het is wel leuk om eventjes te checken. Grown up to smoke my sins away. Nou jongens, aangekomen in Saint-Tropez. Zoals jullie zien, allemaal dikke auto's en zo. Liet ik net ook wel zien. We gaan nu gewoon eventjes kijken wat we hier allemaal gaan doen. Denk vooral het stadje eventjes in en misschien even aan het water. Er stonden ook allemaal mooie, mooie boten. First year being rich, I'm about to cap a house on Riverside. Checking off my list, I buy your boat, I put your crib inside. Check dit, dit is echt crazy hoor. Deze boot hier. Ik ga het jullie laten zien, let op. Check hoe dan te groot deze boten zijn. Oh, maar ooit hebben wij ook zo'n boten. Ooit. Maar ik vind het niet mooi. Maar ik vind het wel echt heel vet, als ik heel eerlijk mag zijn. Kijk dit. Je kunt dat wel wat langer. Moet ik het langer laten zien? Ik denk dat wel. We zitten bij een restaurantje. We gaan even lunchen. Pasta waarschijnlijk. Dat is wat ze hier heel veel hebben. Maar het is wel echt een leuk straatje. Let op, hè. Ik ben vergeten te filmen. Maar ik had net een burrata met tomaat. En mama had dat ook. En zometeen krijg ik gnocchi. Ik was al begonnen met eten. Dit is de pasta. Heerlijk. We waren natuurlijk in Parijs in de Louis Vuitton store geweest. Maar we zijn nu dus in de Louis Vuitton store. En het is hier echt prachtig. Dit is echt crazy. Je hebt hier een bar.
Je hebt overal gewoon lekker terrasje en zo. Je krijgt drankjes. Dus de service is gewoon weer super goed. Zit er lekker. Aperol Spritz. En ik drink Moët volgens mij. Want dat schenken ze hier al gewoon standaard. Dat krijg je ook gewoon. We zijn hier lekker aan het chillen. En binnen is de store ook echt prachtig. Ze hebben ook helemaal runway collection en zo. Dus het is wel echt super vet. Kijk. Er is gewoon een band hier bij de Louis Store. Tante grappig. Hallo, mijn naam is Daan. We zijn geslaagd. Daan die heeft een zonnebril gekocht en een riem. Ik heb niks meer gekocht, want ik heb geen geld meer. Ik laat ook de realistische kant zien, want je moet gewoon hard werken hiervoor. Om dit soort dingen te kunnen kopen. Oh ja, oh, ik heb trouwens ook nog iets gekocht. Ik heb deze polo gekocht, dus... Nu is alles voor je. Dus nu is alles op. Mensen, dit zijn echt prachtauto's. De nieuwe GT3 en de nieuwe 911 daarnaast. Zo ziek. We hebben geshopt. Volgende maand droog brood en water. We zijn aan het lopen naar een restaurantje toe. Maar we zijn nu gewoon weer lekker hier in het gezellige straatje. Stuk vlees. Hartstikke idee. Kijk eraan. Enjoy. Oh, er komt echt sap uit aan, pas op. Huh? Nee, jij eerst. De Saiyan, dus deze eend is Saiyan gemaakt, dus dat is medium rare. Ja. En? Net zoals onze kip. Ja, maar kip kan het niet mee, ik weet het wel. We lopen weer naar het huisje toe. We hebben lekker gegeten, maar wij zijn in ieder geval nu weer lekker thuis. Morgen gaan we door naar de volgende plek. Dus ik wil hierbij ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te kijken. Ik vond het in ieder geval wel leuk hier. Het was wel wat langer dan de andere dagen. Maar ik hoop dat ik jullie in de volgende vakantievlog weer zie. Ja, zie ik jullie daar. Ciao!